Lieve mensen, we staan hier in het centrum van Amsterdam en een drukte van belang, want kijk de hele rij, allemaal voor Artie. Of zijn ze hier voor de ongevraagde performance? Maarten Bel is de kabouter van de ongevraagde performance. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb, maar ik kan eventueel een smurf doodslaan. Graag. Ja? Oké. Ik ga hem doodslaan. Museumnacht in Artie Playground. Arda, samen met Arjan Lancel, ben jij de curator. Voor jou voor het eerst. Verklaar u nader. Het grappige is, we hadden dus ook nog nooit samengewerkt. Hè? Eerste samenwerking, twee curatoren. Dat is net zoiets als twee kapiteins op een schip. Dus van tevoren dacht ik, oeh, gaat dat wel goed? Maar we blijken eigenlijk heel erg dezelfde smaak te hebben als het gaat over dat we allebei van installaties houden en van sculpturen en van performances. Dus eigenlijk hebben we dat heel erg samen gedaan. We hebben samen kunstenaars gekozen en samen het concept van Your Playground ontwikkeld. Dit interview vindt halverwege de museumnacht plaats. Ik ben totaal gesloopt, want jullie hebben wel een action-packed program neergezet. Ja, we vieren de overprikkeldheid. Wij vonden het gewoon tijd om te spelen. Tijd voor improvisatie, voor spontaniteit. Dus we hebben een vol programma met performances. Alle werken in de tentoonstelling zijn bijna allemaal hier gemaakt. En alle kunstenaars zijn echt all-out gegaan. Ik zit hier in de installatie van de Discreet Artist. Je kan er geen eens zien. Ze gaat op in het behang. Kijk goed deze film, dan kan je er op een gegeven moment wel ontdekken. Hello, Discreet Artist. I'm so surprised that you can see me. We had some prior information, otherwise we would just walked on. Your name is the Discreet Artist. Does it mean that you don't answer questions? Yes, and I keep things to myself. And I'm extremely discreet. But you just answered mine. And that was a trap and I fell for it. You want to laugh with us? Yes, come inside. Come inside. Laugh. walk around. Leslie Nagel, je moving objects, als ik ze zo mag noemen, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, er zitten geen hamsters in. Het werkt met batterijen. En je laat het gewoon als een zelfwerkende stofzuiger, laat je het door de ruimte heen darren? Ja, het gaat helemaal random. Gaan ze zo, botsen ze ook tegen die andere sculptuurtjes aan. Kom op, Lea, oké. Ja, samen met mijn zus eigenlijk. Maar die kan helaas niet bij zijn, want die heeft hersenschudding. Wat is dit? Je kunt daar een mandarijntje pakken als je zin hebt. Want het is spellentafel. Dus ja, het moet wel een beetje gezellig zijn natuurlijk. Dus ook lekker snackje erbij. Marmercake. Beetje pasta. Is dat van pasta gemaakt? Wat zeg je nou? Nee, het ziet uit als pasta, maar het is van klei gemaakt allemaal. Ja, en die marmercake ook. Het zijn twee kleuren klei door elkaar, zwarte en witte. Als je mandarijntje willen, mag je bakken, hè? Okay. Ja. Goed zo. Ik sta hier ook zo van. Is dat de bedoeling? Bier. Ja. Mandarijn en bier. Was toch heerlijk? Lijkt me zalig. Krijg
je instructies door die koptelefoon? Nee, je ziet dat ze bezig zijn met die blokken, dus dan wil jij ook bezig zijn met die blokken. Resultaat? Dat is een gemene vraag, toch? Het resultaat is dat je heel diep gaat nadenken over iets wat waarschijnlijk niks te maken heeft ermee. Wat ik op de film heb gezien, waren niet al die stukken. Er waren andere stukken waar deze stukken bij gebruikt werden. Maar bij bepaalde denkwijzen die ze inzetten, gebruiken ze bepaalde stukken. You have the hand of God, yeah? Is it a decapitated head? Yes, I just did it right here. And how is this one feeling about it? Should she be looking also a bit scared or? She's jealous. She's jealous. She wants to be decapitated as well. So. She's sad actually. She's gonna be like that. Yes. I'm making a picture. Do you want to film? Yeah, picture? I feel like it should be pictures. Okay. Oh, you can check the picture. It's a good picture. Nice. People want to play. Is it obvious for your public that it's also about gender roles? That's something I'm going to have to find out tonight, actually, through the conversations. But I think already from the conversations that I've had, you already have different ways people relate to the Barbie. That already comes a little bit into this field of, like, these questions about gender and about, like, care or destruction or transformation or... I just started, so I don't know yet if people feel it. I'm loving the vibe, people bring in great energy. I love that. Wat hoor je en wat voel je? Ik hoor een soort van mensen een beetje praten voor mijn gevoel of zo. En ik voel trilling. En dat hoor ik hier. Oh ja, ik voel het. Kijk eens, dit is nou echt weer een voorbeeld waarom u zelf naar de museumnacht moet komen. Want we kunnen natuurlijk wel een fantastisch verslag voor jullie maken. Het is interactieve kunst, maar je moet het voelen en je moet het horen. Is het een aanrader? Zeker, ja. Ik ben Dragan. Volg me op Instagram, @glamdrag. Je kent het spel, Jenga? Jenga, ja. Je hebt één voordeel. Jij mag vals spelen door op de piano te spelen, op de keyboard. Ja? Zal ik beginnen? Hoe kun je vals spelen met Jenga? Oké, nu pak ik gewoon een stukje. Ja. Je mag vals spelen toch? Dat zeg ik. Dus dan mag ik voelen, bedoel je? Spelen door op de keyboard. Tom, druk hem. Dit is ziek sadistisch. Tom, dit is echt heel erg. Nu! Wat Tom, ik vond je een aardige gozer nu. Jij bent hier alleen maar voor de pijn, hè? Tuurlijk. Pijn is fijn. Ik doe wel vaker dit soort performances, maar dit is de eerste keer dat ik hem met Jenga doe. Soms dan speel ik met mensen een instrument, dat als zij een instrument bespelen, dat ik dan ook het andere instrument bespeel. Zoals, nou, in de video zie je dat ook. Dat zijn toch hier op druk, dan met mijn stroomstof. Ja, precies. Dat ging nog wat verkeerd, toch? Oké, maar veel sadistisch. Ik ben wereldkampioen Jenga, dus... We komen hier net binnenvallen, een biertje gehaald en dit is eigenlijk het eerste wat we zien. Mijn werk heet ook The Milgram Experiment Revisited No. 3, omdat het de derde variatie is op dit experiment wat ik dan met mijn werk naboots, als het ware. Ja. Dus het is ook wel leuk om te zien, want heel veel mensen die zeggen ook van, oh, ik wil het eigenlijk niet doen en dan uiteindelijk toch wel weer. Ja, dus...
We staan hier met Alex Winters. Hoe is de performance voor jou gegaan? Want ik zag het publiek met open mond kijken. Ik doe gewoon eigenlijk wat ik altijd fijn vind om te doen. Alleen nou staan er heel veel mensen bij. Ik mag graag spelen met mijn geluid. In dit geval heb ik een synthesizer gemaakt waar ik in kan staan. En ik kan helemaal 360 graden draaien. Is het random dat je aan die knoppen draait? Want nee, ik weet wel een patroon. Maar de zwaartekracht brengt me soms ook naar andere knoppen. En zo kan ik een beetje spelen. Omdat ik bovenonder niet meer zo goed weet. Dus ik krijg daardoor ook andere combinaties. Dus het is iedere keer een uniek geluid? Ja, en ik weet ook nooit hoe lang het duurt. Misselijk? Of ben je zo geconcentreerd op die knoppen? Ja, dat komt eigenlijk pas als ik klaar ben of zo. Niet op het moment, dan kan ik gewoon... Oh, mensen, wegwezen. Dankjewel. Helemaal goed. Anybody wants to play? I think it's been quite okay. I thought people will not be up for it, but I think they're playing with each other. They don't need me. Yes. No! Defend yourself! Defend yourself! No! The smell of victory. Mensen, we zijn hier toch even behind the scenes gegaan. Ja. Want niets is zo leuk als een kunstenaar in zijn unterhosen. How do you deal with the fact that the building is so crowded? We'll make space that we need. We staan hier in de backstage met... Kalle Egelien. En ze gaan zo on stage. Toi, toi, toi. Yay. Dankjewel. Eerst moet er geld van je bankrekening worden gehaald en dan moet je cultuur verorberen. Want een mens voelt zich rijker en denkt dat hij dan wijzer is. Maar al die tijd had hij kunnen besteden om na te denken. Over zijn leven! De rijke rijker en de arme armer. De arme armer! Is het gelukt? Zeker. Ik ben echt onwijs blij, want ik heb zoveel mensen daadwerkelijk zien spelen. Met de werken zien spelen en de werken aanraken en met elkaar spelen. En dat is nou precies wat wij voor ogen hadden. Dus wat kan ik zeggen? Mijn dag is goed. Jullie installatie is een soort obstakel voor alles en iedereen. Ik zie jullie al lachen. Ja, goed, ja, obstakel, ja. We hebben gereageerd op de playground vibe, hè. Dus we zijn met materialen aan de gang gegaan samen. We werken normaal gesproken niet samen, hè. Hoe bevalt deze samenwerking? Nou ja, zolang er geen gewonden vallen, bevalt het eigenlijk wel goed. Deze installatie is eigenlijk een combinatie met heel veel performances.
Ja. Hoe komt dat op jullie over? Het was een performance die ging hier ook doorheen. En dat vind ik heel erg chill. Ja, want we hebben toch een soort van architectuur in de architectuur gebouwd. En dat, ja, dus dat, ja, het wordt wel onderdeel van de tentoonstelling. Geef het de thumbs up.